Beste kijkers, ik sta hier in Tiliander, zoals u ziet, op het toneel van Tiliander. En op dit moment zijn ze de zaak hier aan het herinrichten, want er zijn veel meer mensen gekomen dan verwacht was. Nogal wat, heb ik begrepen. En nou, ik hoop dat het allemaal goed komt. Achter mij hebben ze allemaal nieuwe tafels en stoelen neergezet, dus iedereen is volop actief om de middag te laten slagen. Ik heb wel begrepen van de directie en van de organisatie dat voor eten en drinken wordt extra gezorgd, dus niemand komt iets tekort. Dus het zal een feestelijke middag worden. Nou, gezellig hier, hè? Hartstikke leuk, het is geweldig. Het is alleen een beetje te druk. Ja, het is wel heel. Ja, ik heb begrepen dat er ongeveer 100 mensen meer zijn dan gepland was. Ja, dat klopt. Maar het is prima georganiseerd. Lekker gebak, lekker wijntje, lekker hapjes. Het is super. Het was wel een verrassing vandaag, geloof ik, hè? Een hele mooie verrassing. Dat is normaal met Sinterklaas en niet met de kerstman. Maar het is wel een blijde verrassing. Er waren 150 mensen meer dan dat we wisten. Dus dat was wel even een uitdaging. Ja. Maar jullie hebben het toch knap voor elkaar gekregen? Met z'n allen. Met de vrijwilligers samen. Met behulp van collega's, vrijwilligers, mensen van kantoor. Het is allemaal gelukt, volgens mij. Ja. Ik zei dat er overal tafels en stoelen bij gesleept werden. Ja, we hebben het hele pand leeg geroofd. We hebben boven ook nog een opnamestudio van Lovo, die kunnen ook niet meer zitten. We hebben alle stoelen weggehaald. Wat eens zal de zon op de ons voor altijd gaan schijnen. Veel jaren dat ze dit allemaal verzorgt. Ik denk toch van jouw moeder. Hoe lang is dat nou al niet geleden? Dat is toch wel een jaar of 30, 40 jaar geleden, ja. En je blijft hier altijd actief? Ja, we doen dat graag en daarom zijn we erbij. Bij mij Carolien. Ja, ja, Carolien Wolfs. En wij kennen jou goed, want jouw man die is cameraman bij ons. Ja, dat weet ik. En dat doet je met liefde en plezier, hè. En ik heb begrepen dat jij altijd voor de boodschappen zorgt voor Lovo. Oh ja, dat klopt, dat klopt. Heerlijk kopje koffie, hè. En dan nog eens die handdoeken die worden gewassen, hè. En dan worden ze gestreken en teruggebracht, hè. Dus daar hebben we voor over voor Lovo, hè. Goedenavond. En hoe is het hier? Supergoed, supergoed. Het is allemaal zo gezellig, leuke muziek. Ja, je zit hier op het podium, hè? Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Wij zitten hier gewoon op het podium. Maar het is een goed plekje. Oh ja.